Judoka Pleuny Cornelissen uit Schagen zoekt sponsors voor een trainingsstage in Japan. De 14-jarige Pleuny is een judotalent. Veel wedstrijden weet ze te winnen. Voor haar trainingen reist ze 4 keer per week naar Haarlem. Daar traint ze bij judovereniging Kenamju, de club waar vele grote judoers trainen. Ook Dennis van der Geest trainde bij die club. Pleuny wil graag verder in het judo. Haar doel is een medaille op de Olympische Spelen. Bij NOC-NSF heeft ze inmiddels de status belofte. In december wordt in Fukuoka in Japan het International Youth Judo Team Tournament gehouden. Kenamju is uitgenodigd om daar ook mee te doen. Het verblijf in Japan is betaald, maar voor de vliegtickets moeten de talenten zelf sponsors zoeken. Wij bezochten Pleuny bij een van haar trainingen in Haarlem. Ik ben 3 keer Noord-Hollands kampioen geworden. Ik ben 2e op de Nederlandse kampioenschappen geweest. Ik ben met het team, met het meidenteam van Kenamju, ben ik 1e van Nederland geweest. Ik ben 1e op de Dutch Open geweest, een internationaal toernooi. En ik hoop natuurlijk dit jaar Nederlands kampioen te worden. Ik train 4 keer in de week. Ik train 3 keer in de week voor de judo en 1 keer in de week voor de core stability. Het is voor balans en krachttraining. We zijn uitgenodigd door Japan. En ik ben een van de geselecteerden die erheen gaat. Ik vind het natuurlijk heel leuk om daar te zijn en mee te maken hoe ze daar trainen. En natuurlijk veel te leren. Ik ga daar judoën, een trainingstage en een teamwedstrijd. Ik ga daar natuurlijk leren van dingen die ik mee kan nemen voor later. En dan hoop ik natuurlijk uiteindelijk op de Olympische Spelen te komen. Ik wil volgend jaar natuurlijk Nederlands kampioen worden. Daarna naar het Europese kampioenschappen en dan het wereldkampioenschappen. En natuurlijk op de Olympische Spelen komen en dan natuurlijk goud te pakken. We hebben met onze club, met het team dat we heen gaan, hebben we aan Dex Elmond gevraagd of hij een judo-clinic wil geven. En daar hebben we geld mee opgehaald. Ik heb flessen ingezameld. Ik heb cakejes verkocht. En er zijn een paar bedrijven die mij hebben gesponsord. En ik heb natuurlijk nog niet genoeg, maar daar zijn we aan het werken. Nou, ik hoop dat ze daar gaan leren dat ze gaan inzien wat trainen is. En vooral in Japan natuurlijk, daar zijn ze ontzettend goed met de kinderen bezig. En het is veel en veel strenger als wij zijn, veel harder als wij zijn. Dus ik hoop dat ze gaan zien hoe wij trainen of hoe we hun trainen. En dat ze daar wat van op gaan steken. Dat ze gaat inzien dat ze nog een hele hoop moet leren. Dat ten eerste. En als ze dat op gaat pikken en daar ook achter gaat staan, dat ze dan heel ver kan komen. En dat hoop ik dan maar voor de. Maar ja, toekomst nog heel ver weg natuurlijk. Heeft u interesse om Pleuny Cornelissen te sponsoren voor de trainingsstage in Japan? Neem dan contact op met Schagen FM op nummer 0224 218 218.